Hij streelde met het tipje van zijn tong over haar ruggengraat, van hoog in haar nek onder de haarlijn tot bij de spleet tussen haar pips. Dan ging hij terug omhoog. Hij liet zijn tong opnieuw omlaag glijden, maar drong dit keer dieper in de spleet van haar mooie kontje door. Oh. Elke week werpen Mieke en Maaike zich op de meest pikante passages uit de wereldliteratuur. Welkom bij... Mieke Maaike's Rachel. Vandaag schieten we raak met Sexy West, erotische westernverhalen uit de jaren 80 rond Los Tres Diablos. Drie premiejagers die op hun paard en in hun bed de wildste avonturen beleven. De boekjes zijn geschreven door ene Franklin Freeman, die eigenlijk gewoon Frank van Dijk heet. Op een dag krijgt hij een Vlaams filmpje in handen. Zedige lectuur waarmee de christelijke uitgeverij Averbode de Vlaamse jeugd wil aanzetten tot lezen. Van Dijk zegt, dit kan ik ook. Hij neemt een willekeurig Tres Diablos seksboekje. Hij schrapt de pornoscènes, voegt een paar katholieke verwijzingen toe en klaar is Frank. Bijvoorbeeld Vlaams filmpje nummer 1845. Drie duivels als veedrijvers. Oh, good heaven. Kreunde Hanna. Dat heb ik nog nooit van mijn hele leven meegemaakt. Drie knappe mannen voor mij alleen. Eén die op hemelse wijze aan mijn poesje leek. En dan nog één aan elke tiet. Wat kan een vrouw zich nog meer wensen? Het schrappen en aanpassen kost Van Dijk amper één dag werk, waarvoor uitgeverij Averbode 10.000 franken neertelt. Een geslaagde mop, want de westernverhaaltjes worden enorm populair bij de Vlaamse katholieke jeugd. En uitgeverij Averbode bestelt een hele reeks. Wel 3 jaar lang publiceert Van Dijk krak dezelfde verhaaltjes in de Sexy West pornoreeks en in de Vrome Vlaamse filmpjes. En dan wordt hij ontmaskerd. De paters van Averbode geven niet expliciet het bedrog van Frank toe, maar weigeren wel plots zijn inzendingen. Maar Frank van Dijk laat het niet aan zijn hart komen en evolueert naar een fulltime pornografische beroepsschrijver die nog van zijn pen kan leven ook. Waarvoor onze welgemeende felicitaciones. En tot volgende week. Mieke Maaike's Rachel. Zij, brouwerij Averbode, dat was porno. Ja, maar dat lang alleen, hè. En in Franklin Freeman die niet al ontdekt. Nee, Frank van Dijk. Ja, juist. Respect, man. Nee, Frank. Respect, Frank. Man over boek.